Ja, je zal maar een boer zijn. Ja. En dan heb je dus de afgelopen anderhalf jaar of twee jaar, weet ik veel hoe lang. Hè? Heb je bijna niet geslapen. Ja, alleen maar gedacht, hoe moet het verder? Met mijn bedrijf, hoe ziet mijn toekomst eruit? En ja, en dan krijg je de ene maatregel naar de andere uit Den Haag. Ja, en dan ben je wanhopig. Ja, toch? Ja, en dan heb je geprotesteerd en ben je de weg opgegaan en weet ik veel. En je hebt ook constant gezegd tegen de mensen in Den Haag, ja, maar hoe zit het dan met de anderen? Hoe zit het dan met die andere, de grote bedrijven? Of hoe zit het met KLM en met Schiphol? Want die stoten toch ook zoveel CO2 uit? En waarom zijn wij dan alleen de pineut? Ja, dat zal ik me te bedenken. Als boer, dan ben je toch gewoon woedend nu? Woedend, woedend, woedend en nog eens woedend. Oh, zo woedend ben je dan. Als je nu dan leest dat die stikstof mevrouw, die van de Wal, dat die gewoon dit heeft gedaan bij Schiphol. Ja, Schiphol, daar keek ze bij weg. Versoepelingen voor Schiphol. Schiphol mocht eigenlijk gewoon een beetje ongestoord zijn gang gaan. En intussen werden die boeren maar bij de keel gepakt. Oh, zeg. En dan, vroeger was het toch zo op straat. Vrienden, als je op straat fouten maakte met spelen. Ja, dan was je af. Ja, dan mocht je niet meer meedoen, was je af. Ja, en maar in de politiek geldt dat misschien niet. Want kijk, die van de Wal, die heeft nou al zo vaak geblunderd met die stikstof. Ja, die is toch ook heel erg af. Ja, die is af. Maar wie, oh wie, bij de VVD gaat dat haar vertellen?